Godverdikkers, volgens mij moeten we maar beginnen. Hallo mensen van NL Game Views, ik ben Jasper en ik ga vandaag voor jullie auditie doen. Ik review vandaag voor jullie Dirt 3. Ik doe auditie voor NL Game Views. Vertel mij aan het einde van deze video in de reacties wat jullie van mij vinden. En vertel of ik daarbij een vaste rol moet krijgen bij NL Game Views. Dirt 3 is een race game waarmee je punten moet winnen in races. En met die punten kan je weer hogere sponsors krijgen en kan je weer meerdere competities meedoen. Dit is alleen de standaardcampagne. Je hebt ook nog game modes zoals Outbreak, wat een soort van ticketje is, gewoon een zombie mode. En je hebt ook Cat & Mouse. En dan komt gewoon een heleboel beuken te pas. Hartstikke leuk dus. Als allereerste wil ik met jullie hebben over de graphics. Nou, wat ik van de graphics vind is, ik vind het er realistisch uitzien, het speelt goed. Het voelt goed gewoon met hoe het om je heen kijken werkt en zo. Ik speel zelf op medium graphics, dus het ziet er alsnog hartstikke realistisch uit. En het speelt vloeiend. Oh mijn god, gast. Die duurt kan echt niks, er is nog steeds niemand. Holy moly, oh, dat ging ie. Die andere duurt achterna. De physics. De physics voelen goed. Het voelt goed om gewoon te rijden. Ik raad je niet aan om met het toetsenbord te spelen, want het speelt heel erg stroef. Je stuurt in één keer van de ene kant naar de andere kant. En ja, met de controller is het gewoon. Dan kan je gewoon heel rustig. Kan je zacht sturen of hard sturen, als je weet wat ik bedoel. Zo. Another infection. Jammer. Ik wou hem hebben. Qua geluid vind ik de game goed klinken. Het voelt lekker om natuurlijk die motor gewoon in je oren te horen. Vooral met een geluidsdichte microfoon of headset is dat erg fijn. Je voelt het wel echt alsof je erin zit. Hoewel, bij de multiplayer game mode zit er een irritante stem bij. Misschien bij singleplayer, weet ik niet zeker. Die bijvoorbeeld zegt, one down! En die stem is zo vervelend. Daarom laat ik je ook geen Dirt Showdown aan. Daar zit het nog veel meer in. De muziek die erin zit, die vind ik gewoon goed klinken. Het is energiek. Het is natuurlijk ook iedereen's mening. Maar ik vind het wel bij het spel passen. Ja, het upgrade systeem van Dirt 3 is niet fantastisch uitgebreid. Ik bedoel, je krijgt punten en daarmee kan je sponsors krijgen. En daarmee kan je ook betere auto's krijgen. En dat is het eigenlijk. En je kan dan ook nog met verschillende competities meedoen. Maar in multiplayer is het dus eigenlijk gewoon vrijwel hetzelfde. En meer uitgebreid is het niet. Er zitten nog wat hidden challenges in waarmee je dan nog meer punten krijgt. De hidden challenges zijn ook niet zo speciaal. Gewoon rij 80 km per uur in deze race. En meer is het niet. Hoewel dit de raceervaring niet echt zal aanpassen, denk ik wel dat dit iets beter had gekund. Bij de multiplayer game modes is het alleen een stuk leuker, vind ik. Vooral met vrienden te spelen. Of ja, bijvoorbeeld een livestream dat je met andere spelers mee kan spelen. Vind ik hartstikke leuk. Dan zal ik het vooral over de singleplayer hebben. Bij de singleplayer, je speelt een uurtje en daarna is het steeds hetzelfde. Want het is bijna alleen maar rally. En voor de rest is het nog een beetje andere game modes. Maar het is bijna allemaal gewoon het parcours afmaken. Oké, nou je moet dus. Hier moet je dus wachten op die andere mensen tot je kunt beginnen. En dan krijg je dus te horen of jij het infected bent. Nou ben jij infected, dan moet je tikken. Dus je krijgt nu te horen of je infected bent. En ik ben niet infected, dus ik moet wegrennen voor andere mensen. Dus kijk, ik moet vluchten. Dus kijk, er is nog niemand achter me. En dus degene die infected is, die is nu groen. Dan moet je dus voor wegrennen. Even kijken. Dus game mode zit er trouwens ook wel als zombie mode, maar het heet geloof ik het heet Outbreak. Holy shit, achter me nu weer op. Nee, duw. Oh nee, niet. Haha. Wat gebeurt er? Hoi. Dit spel kan ik zeker wel een uurtje achter elkaar spelen en ja, daarna stopt het ook echt wel weer. Tenzij ik multiplayer speel en dan met leuke mensen, dan kan je natuurlijk doorspelen. Maar dan ligt het niet echt aan het spel, maar meer aan de mensen waarmee je speelt. Zijn prijs vind ik het zeker waard. Het is 10 tot 20 euro, het ligt er dan op welk platform je het koopt. Het was ooit 40 geloof ik. Zelfs dat vind ik het waard. Ik vind het een hartstikke goede game. Het speelt zeker niet, het is leuk om het nog eens een keer op te starten. Ik raad je wel aan een controller te hebben.
En ik geef dit spel gewoon een kleine keer 8.5. Nou, dat was het dan voor de video. Ik denk dat ik wel klaar ben. Plaats een reactie of doe een like of dislike. Het geeft ook wel een beetje aan wat je van mij vindt. En daarbij moet je vertellen of ik een vaste rol moet nemen bij... Ja, moet krijgen bij Iron Game Reviews. Of dat ik weg moet gaan. Of dat je me gewoon wilt... Ja, dat is wil ik oprot. Ja, dat was het.